Meer dan 400 artsen uit 34 landen riepen dit weekend een internationale gezondheidscrisis uit vanwege een wereldwijd groot aantal sterfgevallen. Ze eisen dat het vaccineren onmiddellijk wordt gestaakt totdat er degelijk onderzoek is gedaan. Felix van der Wissel, jij staat aan tafel en jij deelt deze zorgen, geloof ik, hè? Ja, we hebben het natuurlijk al in meerdere uitzendingen hierover gehad. Waar het over gaat is dat we natuurlijk een crisis hadden, een coronacrisis. Dat veel mensen daaraan overleden zijn. Dat er allerlei maatregelen zijn genomen. Dat er, waar we het net al over hadden, vaccins versneld op de markt zijn gekomen om die crisis in te dammen. En wat we nu zien, 2 jaar na eigenlijk het begin van die corona, ook over de hele wereld, is dat er heel veel schade te betreuren valt. En de schade die er is, is dat er wereldwijd ongeveer 70.000 mensen overleden zijn die gerelateerd kunnen worden aan die coronavaccins. Dat er meer dan 11 miljoen mensen schade hebben opgelopen van die coronavaccins. En daarvoor zijn er heel veel artsen over de hele wereld die zeggen, jongens, het kan toch niet zo zijn dat we niet eerst onderzoek doen naar deze medicijnen, alvorens weer verder gaan met vaccineren. En dat is eigenlijk altijd zo met medicijnen geweest. Je gaat eerst medicijnen onderzoeken. Die hebben een hele lange procedure, moeten ze in, voordat ze op de markt komen. Meestal is dat 10 jaar. Het is nu versneld op de markt gekomen. Daar zitten risico's aan. Ja. Zullen we eerst even kijken naar een fragment van die kritische artsen? We medical doctors and scientists from all over the world. I'm Dr. Sally Priester from Puerto Rico, United States. I'm Dr. Alexandra Henry-Nancode from Mauritius and from France. We declare that there is an international medical crisis. We're currently witnessing an excess in mortality in those countries where the majority of the population has received the so-called C-19 vaccine. To date, this excess mortality has neither been sufficiently investigated nor studied by national and international health institutions. Ja, Felix, je zag nu 2 artsen. Maar wat weet jij van die groep artsen die deze declaratie hebben? Nou, er is wereldwijd, ik heb me natuurlijk ook wel de afgelopen jaren wel verdiept. Je hebt in Amerika een grote groep artsen die zich echt hebben ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over de vaccins en de bijwerkingen. Die zich hebben ingezet ook over andere medicatie, zoals ivermectine. Recent een groot onderzoek over ivermectine, peer-reviewed, over 88.000 patiënten, waaruit komt dat ivermectine 92% eigenlijk gewoon verbetering geeft van de gezondheid en 100% op sterfte. Dat zijn aantallen, daar kan je niet meer omheen. En hier in Nederland worden wij als artsen bijvoorbeeld door de inspectie vervolgd als we die medicatie zouden gaan voorschrijven. Dus waar het over gaat is dat we moeten kijken naar veiligheid, naar sterfte. Van hoeveel mensen sterven aan een vaccin, dat weten we allemaal niet. Er is nog veel te veel onduidelijk. En het gaat erover niet dat ik zeg van ja, ik ga niet meer vaccineren. Ik zou met die COVID-vaccins, die zou ik gebruiken als ik zeker wist, onafhankelijk onderzoek wijst uit dat de sterfte die er op dit moment, de oversterfte die er nu is, die ligt niet aan die vaccins. Maar dan wil ik wel graag onafhankelijk onderzoek en dan heet het voortschrijdend inzicht. En op dit moment zijn er wereldwijd zoveel artsen, waar je ook bent, in Europa, in Amerika, in India, in Australië, overal wereldwijd zien artsen een tendens dat er meer oversterfte is, juist in die landen waar het meest gevaccineerd is. Dat zijn allemaal tendensen, daar kan je nog geen wetenschap op beoefenen. Het betekent dat we eerst moeten zeggen, jongens, we stoppen met die medicatie totdat we zeker weten dat die oversterfte daadwerkelijk niet te wijten is aan die vaccins. En niet andersom, het is veilig en we zien wel waar het schip strandt. Want dat kan niet. Dit is een hele andere manier van wetenschap. Laten we ons houden aan de regels zoals we die altijd hebben gehad. En dat is dat een nieuw medicijn, een nieuwe fabrikant die iets op de markt brengt, moet bewijzen dat eventuele gevolgen, dus sterfte, oversterfte, niet te wijten is aan het medicijn. En zolang ze dat niet kunnen, en dat kunnen ze op dit moment niet, er is geen onderzoek. Maar als er een vermoeden is, dus dat het mis kan, zou kunnen. Bij een vermoeden moet je stoppen. Moet je helemaal onderzoek doen natuurlijk, vooraf, maar ook
Ja, als zeker. Als er een schijn is van dat het misschien wel schade... Nou, een voorbeeld was de swine flu. Daar is toen ook een vaccin voor geweest. Er waren 48 doden. Toen is dat hele programma gestopt. Precies, er zijn al veel minder doden is er al ingegrepen in het verleden. Ja, maar goed, nu zijn er dus al 400 artsen die die noodklok luiden... in hun Medical Crisis Declaration, zoals zij dat noemen. Ben jij een van die artsen Vandaag heb ik hem ondertekend, omdat ik vind dat we als artsen moeten opkomen voor onze patiënten. En dat je, als je een medicijn op de markt brengt waarvan je niet zeker weet dat het leidt tot sterfte, moet je eerst stoppen met die medicatie. En dan moet je echt weten van, is het veilig? Dan kunnen we verder. En niet eerder. Ze hebben ook, geloof ik, in die declaration een aantal actiepunten. Zou je die mee kunnen aflopen? Nou ja, er wordt in eerste instantie, wat ik al zei, vaccinatiestop. Dat moet je eerst doen. Want je weet op dit moment niet of het veilig is. En zeker op dit moment, nu we eigenlijk in een situatie zitten met een Omicron, waarvan we weten dat er, geloof ik, nu 1 patiënt is overleden aan Omicron. Ja, dan betekent het dat er eigenlijk geen crisis is. En dan betekent dat je nu moet zeggen stop, totdat we meer weten. Dus onderzoek naar plotselinge sterfgevallen. Er zijn heel veel jongeren met name ook. Jonge mensen die voorheen geen voorgeschiedenis hadden van hart- en vaatziekten, die in één keer acuut neervallen en overlijden. Moet onderzoek naar komen. Je hebt heel veel mensen die bijwerkingen hebben gekregen. Er waren iets van 11 miljoen geregistreerd. Wij hebben in Nederland het meest waardeloze systeem om te registreren. Daar is ook met name ook de woede over. Dat wij eigenlijk niet goed registreren wat bijwerkingen zijn. We hebben Lareb. Maar er wordt eigenlijk te weinig gemeld. Er wordt door artsen wordt het te weinig gemeld. Er wordt gedacht... Hoe wordt dat dan nu wel opgepakt, die registratie? Je zegt er is een tekort aan registratie, maar hoe doen ze dat nu in Nederland? Op dit moment is het alleen maar zo. Als je een vermoeden hebt dat het iets is van een bijwerking, dan ga je de formulieren van Lareb invullen en dan komt het daar. Die wordt sowieso altijd in alle landen eigenlijk wordt er onder gemeld. Ongeveer 1-10% wordt er te weinig gemeld. Hè? Maar bij die doelstelling van het Lareb gaat het toch ook al mis? De laatste keer dat ik het over het Lareb had, werd de uitzending verwijderd. Maar zij hebben als doelstelling het vertrouwen in vaccins vergroten. Mm. En dat vind ik heel raar. Dat is opvallend, ja. Functie is het registreren toch waar het mogelijk mis zou kunnen gaan. En ze hebben ook volgens mij een vaste lijst van bijwerkingen. Als je dan iets meldt wat dan niet op die lijst staat, dan kan het geen bijwerking zijn, want hij staat niet op de lijst. Ja. Nou ja, dat soort dingen zie je ook. Dat kan niet, want je moet alle bijwerkingen moeten geregistreerd worden. Ja, nee, maar ik ben het met je eens. Agnes kan dat wel eens wel zeggen. Van, hey, maar zijn er andere landen waarin dat dan beter wordt bijgehouden? Ja, Amerika bijvoorbeeld. De VAERS hebben een goed onderzoek. Engeland heeft een goed registratiesysteem. Australië. En op basis van al deze landen en gegevens zijn ze ook tot deze conclusies gekomen dat het niet goed gaat met dit soort vaccins. En dat we ons ernstig zorgen maken dat die bijwerkingen echt te wijten zijn aan de vaccins. En dat de oversterfte die nu gemeld wordt, dat ook te wijten zou kunnen zijn. Ik zeg even kunnen zijn aan de vaccins. Maar daarvoor is degelijk onderzoek echt noodzakelijk. Laten we die volgende punten nog even aflopen. Ja. En dan hadden we even naar de nazorg voor patiënten en familie met psychologische problemen na vaccinatieschade. En je hebt natuurlijk onafhankelijke analyse van wat zit er nou precies in het vaccin. En ja, er wordt nu men verschuilt zich achter het patent. Maar je wilt toch graag weten welke spullen zitten er precies in. Want dan pas kan je echt goed onderzoek doen. En wat voor effect het heeft op ons lijf. Maar wie zou dat onderzoek dan moeten doen? Wie kunnen we hierop aanspreken? Nou, er zijn heel veel wetenschappers, onderzoekers die eigenlijk smachten naar info. En die eigenlijk staan te trappelen van ongeduld om hiermee aan de gang te gaan. Want je moet even kijken, wij zitten hier aan de kritische kant. Aan de andere kant, wat is er op tegen als je dit soort medicijnen gebruikt om te bewijzen dat vaccins veilig zijn? Dus daar zou toch ook aan die andere kant van het spectrum moeten gekeken worden. Van ja, wij vinden dat we voor vaccineren zijn. We denken dat het een goed product is. Laten we het goed gaan onderzoeken. Want dan kunnen we aantonen dat het veilig is. Dus aan beide kanten, de criticasters aan de ene kant en aan de andere kant de mensen die eigenlijk voor die vaccinatie zijn,
laat die alsjeblieft samenkomen en hier onderzoek naar doen. Want dat betekent dat we dan uiteindelijk de antwoorden krijgen die we nodig hebben om te weten waar we aan toe zijn. En daar is eigenlijk een enorme behoefte aan. Ja. Ik denk inderdaad dat iedereen dit onderzoek zou moeten willen. Maar jij zegt mensen die voor de vaccin zijn, ja, die hebben misschien ook geen zin in het slechte nieuws natuurlijk. Nou ja, dat zou betekenen dat zij dus al die tijd iets hebben toegediend wat mogelijk tot al deze bijwerkingen heeft geleid. Dat is iets wat natuurlijk heel mensen, artsen met name, heel moeilijk onder ogen kunnen komen. Ja, ja. Dus daar zit heel veel, ja, ook een soort psychische blokkade, ja, zou je kunnen zeggen. Of een soort politieke onwil natuurlijk ook. We zien het op heel veel niet vlakken natuurlijk. Ja. Dat je dat ziet. Maar krijg je de geest nog uit deze fles? Want als dit al door zoveel artsen wordt gevraagd. En er is dus wel ruwe data die dus die correlatie. Ja. Dus hoe kan dat niet, zeg maar, tot een onderzoek komen? Wij moeten dit blijven zeggen. En we moeten er hier op wijzen dat het heel raar is. Ja. Dat wij medicijnen eigenlijk voorschrijven als artsen. Je hebt het over medicijnen, maar je bedoelt, of is het? Nee, het medicijn of vaccins of wat dan ook. Okay. Een vaccin is ook een medicijn, in feite. Je wil iets tegengaan. Ja. Maar je wil gewoon zorgen dat ik wil, als ik nu mensen moet adviseren om een vaccin te nemen, dat ik kan zeggen, is het veilig? Ik krijg nu heel veel patiënten bij mij op het spreekuur en die zeggen van, ja, moet ik nu dat vaccin nemen? Ja. Zullen we even doorgaan naar Eline van den Broek? Die hebben wij afgelopen vrijdag gesproken. En zij doet, geloof ik, onderzoek hier in Amerika, geloof ik, toch? Eline, ja, ik vind het een mooi mens. En waarom vind ik het een mooi mens? Is omdat zij wetenschapper is. Zij is echt gewoon in de rol van de wetenschapper gegaan. Ze zegt, joh, ik zit hier niet op een podium om publiek allerlei dingen voor elkaar te krijgen in een soort PR-modus. Wat we bij Marion Koopmans ook wel eens zien. Mm-hmm. Nee, ik ga hier zitten en ik ga data onderzoeken en ik ga kijken waar die data toe leiden. En wat er ook uitkomt, dat is gewoon de uitkomst. Ja. Punt. We gaan even naar haar kijken. We spraken haar afgelopen vrijdag. Wetenschap stopt bij informeren en misschien ook wel adviseren op basis van conclusies. Maar wetenschappers maken niet de besluiten. En ik vind het jammer dat de wetenschappers die ik ken in ieder geval voor corona, vaak heel veel onderzoek deden die het daglicht niet haalden. Omdat ze misschien niet zo goed zijn in politieke communicatie of in publieke communicatie. Dat is bij corona, is dat wat mij betreft iets te ver doorgeschoten. Heel veel dingen wisten we niet. En dat werd toch beter advies uitgebracht. Okay. En daar zit de essentie van het probleem. Ja, ik zeg al, het meten is weten. Ik geloof dus dat we meer moeten meten, meer moeten evalueren. En wat daarvoor nodig is, dat heb ik al vaker gezegd, data. Met data kunnen we dingen meten en dan kunnen we dus tot nieuwe inzichten komen. Ja. En het feit dat er dan advies wordt gevraagd aan virologen en epidemiologen, maar geen advies wordt gevraagd aan psychologen bijvoorbeeld, of aan sociologen of aan antropologen om hun visie op de pandemie te geven. Dus het gaat om data, keiharde data. Ja, maar een bepaald soort data. Want er zijn natuurlijk ook, je kan ook data inbrengen over de mogelijke gevolgen op ons mentale welzijn. Maar ligt daar niet de kanteling dan? Want het beleid is altijd heel erg data gestuurd geweest, hè? Maar dan op basis van besmettingen, overlijdens. En de data van die nevenschade, hoe zichtbaar is die nu? Veel te weinig zichtbaar. Als ik kijk naar Nederland en ik vergelijk dat met Amerika waar ik werk, dan is er maar zo'n stukje beschikbaar. En dan is het dus met name die klinische data. Maar ook gewoon hele simpele demografische gegevens van mensen zijn gewoon niet beschikbaar. Ja, we keken naar een fragment van de reportage die Erwin Taams afgelopen vrijdag maakte bij het congres Pandemische Paraatheid. Voor de mensen die in zijn volledigheid willen zien, die is vandaag gepubliceerd op de website blackbox.tv. En we hebben voor deze uitzending even Eline hier uitgehaald. Felix, ja. Dit zijn een aantal onderzoekers die daar ook spraken bij het congres. Jij bent zelf huisarts. Maar weet jij ook wat de politiek hiervan vindt, van deze tekorten aan data en onderzoeksresultaten? Nou, Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die is daar heel duidelijk in. En ik vind dat toch wel echt een hele pure Tweede Kamerlid. En daar ben ik ben heel blij met hem. En volgens mij hebben we daar ook een instartje van over hoe hij vindt dat er eigenlijk omgegaan zou moeten worden met de oversterfte bijvoorbeeld. Hoe dat eigenlijk onderzocht moet worden. Ja, laten we even kijken naar Pieter Omtzigt. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, dank u wel. Maar als er enige tienduizenden mensen oversterfte is en we weten niet waarom, hebben we een acuut
probleem in de publieke gezondheidszorg. En dat je daar niet over spreekt, het spijt me. Ik vind het niet kunnen, dus ik zal het verzoek opnieuw doen. Ja, zijn motie is destijds tegengehouden om de data transparant te delen. Wat vind je daarvan? Nou ja, precies wat Pieter hier zegt. Dit kan niet. Je hebt 150 vertegenwoordigers van ons volk in de Tweede Kamer. Wat is het doel van die Tweede Kamerleden? Dat is om te zorgen dat het kabinet wordt gecontroleerd over wat voor maatregelen, voor alles wat ze hebben gedaan. Als je kijkt dat Pieter vraagt als Tweede Kamerlid, we willen transparantie en we willen jullie kunnen controleren. En de Tweede Kamer besluit, een meerderheid van de Tweede Kamer, omdat het regeringspartijen zijn, besluit om die transparantie tegen te houden. Maar er komt wel een wet publieke gezondheid aan die straks definitief wordt gemaakt, wellicht in september. Daar heb ik het precies over. Dus het gaat erover wat doet die Tweede Kamer. Wat het kabinet doet, moet het kabinet weten. Maar de Tweede Kamerleden zijn hier de key. Als een Tweede Kamerlid van de VVD tegen de motie stemt van Pieter Omtzigt, wil dat eigenlijk zeggen, ik ben tegen transparantie, tegen het controleren van het kabinet. En als je dat doet, moet je je zetel opgeven, moet je opstappen uit de Tweede Kamer. Maar ook als mens, die Kamerleden nemen dus het risico, in feite, door het onderzoek niet te willen doen, dat ze straks dus mogelijk doden op hun geweten hebben. Maar goed, ik ben geen Kamerlid, dus ik zou het wel weten hoe ik zou stemmen. Ja. Maar het is ongelooflijk, hoor. Maar dat is precies waar Pieter Omtzigt echt het iedere keer bij het juiste eind heeft. Ja. In deze is zorgen dat die spiegels voorgehouden worden bij die Tweede Kamerleden. En ik zou echt willen oproepen aan die Tweede Kamerleden, kijk zelf eens even in de spiegel wat jij op je geweten hebt als jij weer voor Mark Rutte tegenstemt tegen dit soort moties. Ja, laten we het daarbij houden. Dankjewel, Felix van der Wissel.